Ik bied huiswerkbegeleiding aan jongeren waarvan de ouders het niet kunnen betalen. Dat doe ik puur omdat ik zelf geen huiswerkbegeleiding heb kunnen volgen toen ik in de derde klas zat. En dat doen we nu over heel het land. We helpen nu meer dan 200 jongeren, maar we vinden dat we nog veel meer jongeren kunnen bereiken. Wat er dan gebeurt is dat jongeren af gaan haken op school, dus uit gaan stromen. En dat kan twee kanten op gaan. Dat kan fout aflopen. Dan gaan de jongens en meiden op straat hangen en dan gaan er activiteiten gebeuren waarvan we allemaal weten wat er gebeurt. Of het tweede is dat ze zichzelf gaan opvreten omdat ze het niveau wel aankunnen, maar dus net dat laatste duwtje in de rug nodig hebben. Het zijn juist de jongeren die er niet bij kunnen, die het hardst nodig hebben omdat zij geen mensen om hen heen hebben die hun kunnen helpen.